De rentree van Pierre van Hooijdonk, nu weer als Feyenoorder, 2 weken na zijn afscheid bij NAC. Patrick Zwaanswijk en David Mendes zijn even uit de kleedkamer gekomen om hun oude makker te begroeten. En dan loopt Pierre naar Ben, de materiaalman van NAC. Hallo. Pierre en Ben kennen elkaar al 20 jaar. Uit een Albert Heijn tas had Pierre een NAC-shirt voor Cor. Cor fotografeert Pierre al 20 jaar. Hey, bedankt, jongen. Cor weet waarom Pierre niet meer in Breda speelt. Ik heb trainingskamp meegemaakt en oefenwedstrijden en bekervoetbal. Maar Pierre werd veel te weinig aangespeeld. En dat is me opgevallen. Ja, dat was, iedere keer was hij dan een beetje boos. En dan probeerde hij over te brengen hoe het dan wel moest. Maar dat kwam schijnbaar verkeerd over. Zou hij nog op het veld komen voor de wedstrijd? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat Pierre gewoon rustig dadelijk op de reservebank gaat zitten, denk. En ja, hij laat gewoon over hem heen komen. Pierre komt inderdaad wijzelijk niet naar buiten. En mist daardoor de huisvlijt van boze NAC-supporters. Binnen zijn we op zoek naar materiaalman Ben, de vriend dus van Pierre. En lopen we toevallig tegen dit unieke beeld aan. Daar zit Feyenoorder van Hooijdonk tussen NAC'ers Diba, Stam en Jenner. Het is 3 kwartier voor de wedstrijd. Terwijl er toch iemand had gezegd dat Pierre een negatieve invloed had op de jongeren. Zat Pierre nou net in jouw hok? Pierre zat hier net binnen, ja. Van de vijand, en dat mag. Dat mag. Waarom? Je mag altijd binnenkomen. Pierre mag altijd binnenkomen. Ook nou hard voor jou. Ik heb hem gisteren nog gebeld. Dus, Ja? Waarover? Over of ik nog lekkere kippetjes kon komen eten. En zijn sportmaaltijdje. Die verrassen vrouwtje maakt altijd lekkere kip en lekkere pasta. En wanneer? Dag voor de wedstrijd. Maar hij belde gisteren te laat terug, dus ik heb thuis nog eten. Maar hij moet niet scoren vandaag. Is het raar om hier terug te komen? Nou, ik heb hier al een half jaar gezeten. Je bent wel wat gewend, hè? Ja, dat denk ik wel. Hè. En met nummer 33, Jonathan de Guzman. De bank van Feyenoord die bestaat uit Michael Aerts, Pierre van Hooijdonk. Pierre zwaait naar zijn moeder, naar tante Cor. De B-side fluit. En wat later in de wedstrijd zwaaien zij ook. Met z'n allen naar Pierre. Het is hatelijk bedoeld, want NAC staat met 3-1 achter. Dit is een kwartier later, 5 minuten voor tijd. 16.000 Bredanaars proberen een jongen uit Steenbergen te intimideren. Het doet hem weinig. Maar Feyenoord raakt wel in de war. Kuyt wil zijn aanvoerdersband aan Pierre geven, maar dat mag niet van Koeman. Green moet hem naar Lodewijks brengen. En dan is het zover. Pierre valt in. Zijn vriend, nou de trainer Lokhoff, kijkt en ziet dat Feyenoord helemaal van slag is in de Bredase orkaan. Jenner maakt hem, de 3-2. Zat bij Pierre in het materiaalhok van Ben. Weet u nog? 3 kwartier voor NAC Feyenoord. En links van Pierre zat Diba. Anouar Diba. Uitgerekend hij maakt de 3-3. Het is 3-1. Pierre komt erin. Breda fluit. Feyenoord nerveus. En het wordt dus nog 3-3. Nou, nee, daar lag ik niet aan. Nee, lijkt me niet. Geen spijt van? Nee, volgende keer zou ik het weer doen. Pierre is een winnaar, maar vandaag in zijn Breda dus even niet. Is boos, wil niet met pers of tv praten en zoekt troost bij Ben, de materiaalman van NAC. Feyenoord wacht op de bus. Ali B en Diba nemen afscheid. En Pierre is afgekoeld en weer prof. Ik kan me voorstellen dat er ontzettend veel allemaal door je heen gaat als je daar staat en iedereen scheldt je uit. Terwijl jij met je vak bezig bent. Ja, maar ik heb... voor hetere vuur staan ziet. In Turkije? Nou ja, in Glasgow? In Schotland, dus dat hoort erbij. En als je je voorbereidt op iets, dan kan je nooit verrast worden. Hier zat hij net, hè? Hier zat hij net, ja. Hij kwam er even binnen, hè? Flesje bier? Flesje bier erbij, zoals het hoort. En was hij boos? Nee.
Hij was niet boos. En wat zei hij toen hij wegging? Dat hij nog een keer langs kwam. Nou, het was. Tot zover NAC Feyenoord. Tot zover ook Ben. Vandaag een van de weinige vrienden van Pierre van Hooijdonk in Breda.